Welkom aan boord van Coaster Juno. U bent aanwezig op de westelijke Smith Cruise 2018. Het is de vrijdag na hemelvaart. En het is een stralende dag. En wij zijn ten anker gegaan. Net buiten het artikel 17 gebied. De tweede slenk op de Schelling. Met 17 bootjes. Het waren 15 coasters en 2 longboots. En we zijn inmiddels over met een bootje of 6. Want er zijn allerlei draconische verwachtingen waar wij ons niets van aantrekken. En dit is de admiraal. Admiraal Terpstra. Longboat Brave. En vlak achter hem Coaster Zilt. Ook geen onbekende in dit gebied. En daar een grote onbekende. Dat is de longboat Witte de Wit. Maar waarvoor wij hier eigenlijk zijn, is dat dit water aan het komen is. Als u het ziet, dan ziet u achter de longboot. Ziet u het opkomen? Het lijkt langzaam, en toch gestaag. Juno ligt al helemaal in het water. En de admiraal is de laatste voorbereiding aan het treffen. Het zal nog een uurtje duren voor we helemaal los zijn om weg te kunnen varen. Het water is in luttelige seconden alweer verder en de meeuwen die trekken zich langzaam terug. Het landschap is nu nog wat ver weg en dit is Coaster Alaskids. We zullen even de inzoomende passages met vlierbloesems. Ooit gegeten met Ter Schellinger, Ram van Vlierde en Joop Blikman. Maar ik gun u nog eventjes een rustig zicht over de bosplaat. Je ziet de vogels zich langzaam terugtrekken omdat het water aan het komen is. In de verte de toren van Ameland. En het Weidse Wad. Heel in de verte de Friese kust, maar dat is waarschijnlijk niet te zien met dit wind. Met dit wind, met deze afstand. Rupert Bear. Nog net het anker van Skua. Coaster Boslust. Van niks. Kijken of we daar bij in kunnen zoomen. Het is de westkant van de eerste slank. Ik weet niet of u het ziet, maar dit was Coaster Juno. Vanaf de postplaat voor de oostpunt van Terschelling. En we moeten opschieten.
passen, dan drijven zo de laarzen weg. Dit was Coaster Juno. Stop.